Hallo, welkom in Meliepark, het park van de honing en de bijen. Alleen heet het tegenwoordig Plopsaland aan de pannen en vind je geen honing en bijen meer, maar de figuren van Studio 100. Maar er zijn nog wel wat herinneringen aan de goede oude tijd van het Meliepark. Het Meliepark werd opgericht door de familie Florisone, een zeer bekende naam in de Belgische pretparkwereld. Uit de tijd dat pretparken nog van families waren en niet van pretparkgroepen. Nou, hier is een hoekje ingericht, een nagedachtenis van het oude Meliepark. Dat doet Plopsaland wel goed. Dat is verlogen de afkomst van het park niet. En hier nog wat bijtjes uit de goede oude tijd. Hiernaast zit ook een reus opgesteld. Dat is wel een leuk verhaal. Die is eerst verkocht. En later weer teruggekocht. Zodat hij weer een plekje in het park kon krijgen. Nou, hier nog wat figuren uit een daarkruid zo te zien. Oké, we gaan kijken wat voor herinneringen er nog meer zijn aan Meliepark. Een van de overblijfselen van de Meliepark is deze attractie, het Bos van Plop. Apirama heette deze oorspronkelijk. Dat was een dark ride rondom, hoe kan het ook anders, het bijenthema. Het is nog steeds een dark ride, want het maakt gebruik van hetzelfde ritssysteem. Alleen het thema is veranderd naar Kabouter Plop. Nou, we gaan dus even een ritje maken door het Bos van Plop. Deze attractie vind je in alle Plopsa-parken. De vliegende fietsen, ja, ze hebben ze in Slagharen ook. Maar het is toch een attractie die ik heel erg met Plopsa associeer. Ah, dat is nou jammer. De Wildwaterbaan is gesloten. En dit is nou juist een van die oudere attracties uit het park. Nog uit de tijd van Meli. Een paar jaar geleden is hij omgethematiseerd door de Plopsa-groep. Een soort vulkanische dinosaurus thema, maar helaas, we kunnen hem niet doen vandaag. Het treintje waar ik nu in zit is ook een overblijfsel van Meliepark. Het heette vroeger de Tuf Tuf Express, nu de Plopsaland Express. De grote attractie was vroeger dat je door een kinderboerderij heen reed en dan stapte het treintje en dan kon je de dieren voederen. Dat gebeurde trouwens ook in de
de beginjaren van Plopsal aan de pannen. Ja, ruim de beginjaren, want in 2011 was ik hier ook en toen kon dat nog. Tegenwoordig is er niets meer van een kinderboerderij op parcours te herkennen. Dus ja, die kinderboerderij is grotendeels opgeheven. Volgebouwd met attracties en het spoor is ook verlegd. Ik herinner me dat het toen een langrecht stuk was. Maar nu is het een en al bocht. Er staan wat mensen daar met te zwaaien, die zien wij hier bij de camera. En ook dit is een overblijfsel van Mely Park, Big & Betsy. Vroeger heette dit de Palinghof. De Palinghof heeft een lange geschiedenis. Het was oorspronkelijk een echte boerderij die niet bij Mely Park hoorde. Eind jaren 60 is de boerderij opgekocht door de familie Florizone. Bij het park aangetrokken als een kinderboerderij. En toen in 1999 Studio 100 Mely Park overnam. En het in 2000 heropende als Plopsal aan de pannen. Is de naam veranderd in Big & Betsy. En ja, het is nog steeds een soort kinderboerderij en een horecapunt. En er zijn dus nog steeds dieren op de boerderij. Dan zie je de varkens. Ze liggen voor de zon te schuilen in een nachthok. En dit is dan hun buitenverblijf. Ja, echt een boerderij. Heel anders dan de glitter en glamour van het park. De rest van het park. Dan hebben we het bergkonijn. Misschien hebben ze hier ook nog wel cavia's met een kikker in de drinkbak. Ik hint even naar een video van de dierentuin in Paramaribo. Ga je En daar hebben we nog wat kanaries. Ah, kijk, daar zijn de cavia's. Nou, het zal mij benieuwen of er een kikker in de drinkbak zit. Nee, hier niet. Nou, we moeten naar Paramaribo. Oh, deze kunnen zo ontsnappen. Hier liggen er wel een beetje vreemd bij. Ze wel last hebben van de warmte. Nou, eens kijken of de eend niet is uitgelopen. Ze lopen hier nog. Kijk, hier hebben we nog een hint naar het oude Mely Park. En daar hebben we de konijnen.
En ik ben zelf helaas nooit in Mealy Park geweest. Ik herinner me wel dat wanneer ik in de jaren 90 door de België reed, dat er reclameborden stonden van Mealy Park. Maar je had er nog geen internet dat je even op kon zoeken waar dat precies was. Ik ben hier wel eerder geweest in de Plopse tijd, het was in 2011. En ik herinner me nog dat het parkterreintje toen ook door een gebied met allemaal dieren ging en daar stopte het. En op het station kon je dan, net als hier, een zakje voer kopen. Dan kon je de dieren voeren, die kwamen dan bij je terwijl je in het treintje zat. Nou, daar is dit eigenlijk de vervanger voor, de doorloopweide. Maar het treintje dat gaat dus nu niet meer door een dierengebied. Het is meer een attractiepark geworden. In de tijd van Mealy was het een combinatie van een dierenpark en een attractiepark, net als Bellewaerde, wat ook van de familie Florizone was. Op Big Betsy's boerderij hebben ze ook de tractors van Big Betsy, met een wat inefficiënt ritssysteem. Want de operator die moet een stok op het gaspedaal drukken om de tractors, het is een soort oldtimerbaan, maar dan met trekkers. Om ze naar het beginpunt te rijden nadat de mensen zijn uitgestapt. Er zit geen systeem op dat ze door een druk op de knop verder kunnen rijden. Hé, hey, dat snorretje van die meneer komt mij ergens bekend van voor. En hier hebben we een prachtige draaimolen met twee verdiepingen. Kijk eens, je kunt hier ook naar boven zitten. Lang geleden dat ik in een draaimolen heb gezeten trouwens. Minder lang geleden dat ik er een heb bediend. Ja, dat zijn allemaal collega's van me hier. Nou, dat doet wel een beetje aan Kuifje denken. Vroegere Walibi. Hey, daar hebben we Wiki de Viking. Ik heb het. En hier is Wikiland. Nou, hier moet ik een beetje op afstand blijven met de camera, anders wordt hij nat. Kijk, daar zien we een andere typische Plopsa attractie. Starflyer. Een prachtig gethematiseerd gebied hier, zoals eigenlijk alles in het Plopsaland. Oh, dat is vast de dagleider die daar in zijn portofoon aan het praten was. Als je bij een pretpark bent, dan ga je toch heel anders naar dingen kijken. Je kent het personeel eerder. Weet wat er speelt. Hoe het er op de achtergrond aan toe gaat. Het leuke van deze Starflyer is dat hij helemaal naar boven gaat, dan weer een stuk naar beneden en dan opnieuw naar boven. Ja, dat geeft wel wat afwisseling eraan, want uiteindelijk is het toch een simpele zweefmolen, maar dan op grote hoogte. Ook leuk is dat je de techniek kunt zien.
Centraal in die mast zie je het contragewicht. Bij de meeste staartvliers is dat er weggewerkt. Hier kun je het gewoon zien. Beste bezoekers, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in onze auto. Ook de achtbaan die je hier op de achtergrond ziet, ik kan hem niet beter in beeld krijgen. Daarom heb ik er maar een onrijd in gemaakt. Dit is ook een overblijfsel van Mely Park. Het is een oude sierenachtbaan, een keverachtbaan, zoals die vroeger in veel pretparken stond. In Slagharen stond er vroeger ook een. Heet is het ook de keverbaan. Tegenwoordig is het de Light Me baan. Het heeft een schoolthema. Hier zien we het stationsgebouw met de wachtrij. School aan de stroom. En het is geïnspireerd op Antwerpen. Daar heb je een museum aan de stroom en een restaurant aan de stroom. Er staan kinderen te zwaaien die in de wachtrij staan. Nou, we gaan even de wachtrij bekijken. Dit is een andere achtbaan trouwens. We lopen even een stukje de wachtrij in. Dat is wel leuk gethematiseerd. Net of je in een school bent. Party! Hallo! Ah, jullie zijn er al. Welkom. Ah, Emma? Ik dacht dat jij op een duur naar Marseille komt. Nou, ik dacht, die hebben vast meer te vertellen. Dit is een spinning coaster met inversies. Kijk eens. Ik zie ook nog een waterbaan. Oh kijk, daar gaat de Light Me coaster net weg. En ook deze achtbaan die ziet stam nog uit de tijd van Mely Park. Het is een junior coaster van Vekoma. En hetzelfde type achtbaan vind je ook in het attractiepark Slagharen onder de naam Mine Train. Deze heet K3 Roller Skater. En in Mely Park heette die gewoon Roller Skater. Dus K3 is eraan toegevoegd door Studio 100. De kleuren zijn ook veranderd trouwens. In de tijd van Mely Park had hij andere kleuren. Het spoor was, of de treintjes waren toen bijengeel. En de ondersteuning van het spoor was met andere kleur groen. En hier zijn we in het middeleeuwse themagebied. Het land van de ridders en de draken. Een van de attracties is deze powered coaster hier. Kijk, daar hebben we al een draak. Prachtig gethematiseerd station. Een andere attractie in dit gebied is de Wildwaterbaan uit de tijd van Mely. Vanochtend was ik hier ook, toen stond het kanaal nog helemaal droog. Ik dacht, die gaat niet open vandaag, maar hij is open. Eén probleem, er staat een enorme wachtrij voor, zag ik net uit het treintje. Dus sorry, ik vind het een hele leuke Wildwaterbaan, maar ik ga hem op dit moment niet doen. Misschien later als het rustiger is. En dan zijn we aangekomen in het volgende themagebied, een relatief nieuw gedeelte, Heidiland. Met Heidi the Ride heet die geloof ik. Een grote houten achtbaan, moet een hele goede houten achtbaan zijn.
Vanochtend stond ik in de rij ervoor. Het was een enorm, ondanks dat het al vroeg was, stond er een flinke rij voor. Het was enorm benauwd ook in de wachtrij en hij ging maar niet vooruit. Dus ik denk dat er een storing was. Dus ik heb hem nog niet kunnen doen. Ik hoop aan het eind van de dag dat helaas niet zoveel van de achtbaan zien. Dat hij aan de rand van het park staat. Aan de andere kant is het parkeerterrein. Dus ik probeer hem even in beeld te brengen. Voor zover mogelijk. Oké, dat is alles wat ik jullie nu kan laten zien van deze achtbaan. Bij de ingang van Plopsaland is dit plein, het dorpsplein. Er zitten allemaal horecagelegenheden, ook de beroemde fonteinen. Een van de horecapunten is dit café FC De Kampioenen. Genoemd naar een tv-serie op de Belgische tv. En dit café heeft een heel leuk interieur. Daar gaan we even naar kijken. Het interieur van dit café is heel nostalgisch. Het zal ongetwijfeld met de tv-serie FC De Kampioenen te maken hebben. Maar ik kan daar niet zoveel van zeggen, want ik heb nog nooit een aflevering gezien. Ik ken, ken het alleen van naam. Het ziet er in ieder geval heel grappig uit. Het is of het een filmstudio is met een nostalgisch decor. Ik sta nu in de souvenirwinkel en hier verkopen ze nog wel wat melieproducten. Tenminste van het merk Honing. Wel de naamgever van het park vroeger. Ik heb rondgekeken en ook gevraagd of ze misschien nog retro t-shirts hebben met het logo van Meliepark erop. Maar helaas, dat hebben ze niet. Een aantal jaren geleden is er wel een Meliepark revival geweest. Dus was leuk geweest als ze dat hadden gedaan. Maar helaas, het is Plopsaland de pannen en niet meer Meliepark. Het is wat het is. Vanochtend start ik hier mijn vlog. Het herinneringspunt aan Meliepark. Ik heb nog wat informatie over deze decorstukken. Die zijn afkomstig uit het AP Rama, de dark ride, die nu het bos van Plop heet. Bij Meliepark was ook een sprookjesbos en daar is deze reus uit afkomstig. Ik zei voor Anubis eruit, een behoorlijk heftige Gerstlauer gelanceerde achtbaan. Een intense ervaring, wil ik zeggen. Het station dat is een replica van het huis Anubis uit de gelijknamige tv-serie. Dat was een jeugdserie op tv. De achtbaan werd geopend in 2009. En daarmee ging Plopsaland toch in de richting van wat heftigere achtbanen. De achtbanen die uit de Melietijd waren overgebleven, waren eigenlijk allemaal kinderachtbanen. Nou, dit is zeker geen kinderachtbaan en ook geen kinderachtige achtbaan. Ik zal jullie een rondje in deze achtbaan laten zien. Thank you.
staat te wachten tot er een bootje uit die toren komt. Kijk, die mensen die staan daar voor het station te wachten. In de brandende zon, maar dat lijkt iets, ze zijn vastgelopen. Er is iemand van het personeel aan het vertellen dat er een probleem is. Ze zullen wel geëvacueerd worden. Dus ik blijf hier niet langer wachten tot er een bootje uit die toren komt. Schip, ahoy piraatjes! Dan gaat hij dus over deze airtime heuvel. Wie mijn vlog van Bellewaerde heeft gezien, die weet dat het niet zonder risico is om dit soort attracties van dichtbij te filmen. Nee, hier durf ik nog wel te staan, maar daar waar die kinderen op die hangbrug staan, daar ga ik echt niets aan filmen. Jullie hebben het gezien, het is me toch nog gelukt om een rit in Heidi eruit te maken. Een hele mooie houten achtbaan met een fantastische eerste afdaling. Wat is Plopsaland de plannen voor een park? Vanwege Studio 100 zou je misschien denken dat het een kinderpark is, maar dat is het zeker niet. Het is een serieus pretpark met hele goede achtbanen en andere spectaculaire attracties voor alle leeftijden. En voor ons nostalgici ook om op zoek te gaan naar sporen van Melie Park, zoals hier achter mij. En hier met de reus van Melie Park op de achtergrond zeg ik tot ziens. Maar niet voordat ik heb gezegd, als je dit soort video's leuk vindt, waar ik met een nostalgische blik naar pretparken kijk, abonneer dan op dit kanaal. Voor video's van pretparken, maar soms ook van kermissen uit heden en verleden. En ook oude video's uit de jaren 70, 80 en 90. Vind je dat alles leuk? Abonneer op dit kanaal en klik ook op het belicoontje, zodat je helemaal niets mist. Dus ik zeg tot ziens in een ander pretpark. Hoi!